Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn we bij KLM gestopt met een heleboel vergaderingen. In plaats daarvan hebben we verschillende ruimtes gecreëerd waarop we zonder met elkaar te vergaderen over wat er allemaal moet gebeuren, medewerkers, klanten, studenten van de TU Delft en het X-team samen laten ervaren wat de beste oplossing is om iets te veranderen of wat de beste manier is om een nieuw product te lanceren. Wat wij met elkaar willen bereiken is dat projecten een stap verder gaan. Dat we echt kunnen voortbouwen, dat we de impact genereren, dat onze klanten merken dat we ze betrekken in ons innovatieproces en dat we daarmee het verschil maken. We hopen eigenlijk met deze samenwerking om een cultuur te creëren van wij kunnen dit, wij kunnen iets veranderen. En niet morgen, maar gewoon vandaag. The first thing, it happens in a live operation. So it's a startup style environment with real passengers, real gates, real airplanes. Real employees, nothing is fake here. Studenten die leren we heel erg om vanuit de operatie, vanuit de praktijk, vanuit een één-op-één contact met een passagier, heel praktisch oplossingen te maken. En als die oplossingen er zijn, dat op te werken naar grootschalige aanpakken voor alle passagiers of bepaalde groepen. We had students who introduced new ways of working within the X-Gates. We had students who introduced new prototypes. We even had a student who launched the first X-Flight. En daar ontstaat een soort van magic. Want op het moment dat dan de klant en de medewerker zegt van ja, als je het nou zo en zo en zo een beetje aanpast, dan is dat precies wat we al 20 jaar eigenlijk zoeken. Door het plugproject hopen we onze communicatie effectiever te maken en daarmee te reduceren met 80%, waardoor we onze punctualiteit verbeteren. Ik denk dat we heel erg kunnen helpen in hoe mensen in de dagelijkse praktijk design kunnen gebruiken om veranderingen in de organisatie tot stand te krijgen. De TU Delft heeft ons geholpen om heel snel tot de kern van het probleem te komen en sneller door de ideefase heen te gaan, waardoor wij eigenlijk het idee sneller kunnen implementeren. Wij kunnen dat opschalen door er ook onderzoek aan te koppelen. Door echt partners te worden in kennisontwikkeling kunnen we KLM met grotere stappen vooruit brengen. Tot nu toe hebben we projecten gedaan met studenten die in de organisatie van KLM gingen werken en daar vraagstukken oplossen, nieuwe ontwerpen maken, designs toepassen. Waar we nu ook mee bezig zijn met de trainees is hen juist in onze wereld halen om te leren hoe dat dan werkt, om vanuit de praktijk werkenderwijs, doende, tot oplossingen te komen. KLM'ers zelf naar de TU Delft brengen om datgene te leren wat zij aan ons gebracht hebben.